Daar zijn we weer met het boekenpraatje op deze zon overgrote middag. En ik moet even wat van het hart. Ik kreeg een reactie op, ik meen het eerste praatje wat ik hield, van iemand die zei maar, Klokjongen, je hebt daar een boek uit 1826 laten zien. Maar het is toch de bedoeling dat je alleen maar, dat je je richt op alle nieuwe boeken, want dat vind ik zo leuk te horen van jou, wat er weer nieuw is uitgekomen en dat soort dingen. Dus toen heb ik geantwoord dat ik geen reclamebureau voor boeken ben. En dat ik dus absoluut niet van plan ben om de nieuwste boeken te bespreken die eruit komen. Maar ik ben gewoon af en toe, dan trek ik wat uit mijn boekenkast en dan praat ik over boeken die ik leuk vind, die ik ooit eens heb gelezen of die ik nog moet gaan lezen. En waar ik dan wat commentaar bij heb. Dus verwacht van mij niet het nieuwste van het nieuwste. Dan ga je maar gewoon naar de boekwinkel. En bij een goede boekwinkel ligt dat dan op de plank. Helaas zijn veel boekwinkels niet meer die goede boekwinkels waar dat allemaal op de plank ligt. Maar daar kan ik niks aan doen. Ik zei het al, een zonovergrote middag. Alles duidt erop dat we een groene kerst gaan krijgen. De kerstdagen zijn natuurlijk altijd leesdagen voor mij. Buiten de kerstdagen trouwens ook. Maar ik dacht aan de zon en dan denk ik al gauw aan Griekenland. En het eerste boek waar ik het over wil hebben, dat is over een boek van Victoria Hislop. Dat is uitgekomen in, meen ik, moet ik even kijken, in 2011. Dat is geen 1826, maar dat is dus ook alweer een heel oud boek. Boeken hebben gelukkig het voordeel dat ze niet bederven, al kunnen ze in een vochtige boekenkast wel beschimmelen. Maar Victoria Hislop die heeft een roman geschreven, haar tweede die heet The Thread. En dat is dus niet The Thread, hè? Want dan heb je het over Nederlanders die mensen bedreigen via het internet. Maar The Thread betekent hier ja, de draad van de naald en draad. En dat is een boek wat mij nogal heeft getroffen, omdat er eigenlijk een heel groot deel van de familiegeschiedenis van mijn vrouw in voorkomt, van Stella. Haar ouders zijn geboren in Turkije, in de Pontus, dat is Noordoost-Turkije. Grieken waren dat uiteraard. En na de Grieks-Turkse oorlog van 1919 tot 1923 moesten alle Grieks-Orthodoxe inwoners van Turkije verlaten, behalve de inwoners van Constantinopel, zo zeggen wij Grieken dat, Istanbul natuurlijk voor de Turken, althans pas vanaf 1928, maar dat doet er nou even niet toe. En van de eilanden Imbros en Tenedos, en alle islamieten moesten Griekenland verlaten, met uitzondering van de bewoners van West-Thracië. En Victoria Hislop beschrijft in haar boek de vlucht van een gezin uit Smyrna, Izmir. En in de chaos raakt de hoofdfiguur, het meisje, een jong meisje van een jaar of 5, 6, die raakt de familie kwijt. En komt uiteindelijk terecht bij een soort pleeggezin in Thessaloniki. En die maakt dan vanaf 1923 eigenlijk zo'n beetje de hele geschiedenis van de stad mee. He, dat de immigranten komen uit Turkije, islamitische bewoners worden eruit gegooid. Thessaloniki een hele grote Joodse bevolkingsgroep die in 1943 massaal slachtoffer geworden is van de Holocaust. En Joden die er nog van over zijn waren, zijn voor een deel daarna naar Palestina vertrokken, omdat ze na de oorlog allerminst welkom werden geheten in Thessaloniki. En Stella is zelf in 1946 in Thessaloniki geboren. Zij heeft natuurlijk maar een klein deel van die geschiedenis meegemaakt. Maar haar ouders die hebben dat voor een groot gedeelte ook meebeleefd. En ja, dat schept een soort band. Vandaar dat ik het boek bijzonder interessant vond om te lezen. Daar komt bij dat Victoria Hislop buitengewoon prettige stijl van schrijven heeft. En dat ik ook nog eens van historische romans houd. En omdat ik toevallig nogal goed op de hoogte ben van deze geschiedenis, dat heeft natuurlijk ook wel te maken, en dan ga ik mezelf even een veer in de kont steken, met mijn eigen boek over de geschiedenis van Griekenland, wat dit jaar is uitgekomen.
kon ik ook een beetje nagaan dat heel veel van de feiten kloppen. Kijk, natuurlijk, het is geschiedenis. En je moet van een historische roman natuurlijk nooit een geschiedenisboek maken. Maar er zit wel veel feitelijke geschiedenis in. En ze heeft dat op een naar mijn idee zeer geslaagde wijze in een mooie roman verwerkt. Hij is ook in het Nederlands uitgegeven, maar ik heb geen idee wat de Nederlandse titel is. Omdat ik vind, als ik de taal beheers, dan lees ik het boek liefst in de eigen taal. Maar The Thread van Victoria Hislop is zeer aanbevolen. En dat hele verhaal van 1923 en het verdrag van Lausanne en de gedwongen, de eerste etnische zuivering in de geschiedenis, eigenlijk door staten georganiseerd. Dat vindt u dus ook in mijn Balancerend op de rand van Europa. Zijn er nou ook mensen die op een gegeven moment zeggen, wij willen ongelooflijk graag verder duiken in die geschiedenis van Thessaloniki? Dan is er het beroemde boek van Mark Mazower, een Engels historicus die in Amerika doseert. En dat heet Salonika, City of Ghosts, Christians, Muslims and Jews, 1430-1950. Daar staat dus de geschiedenis in van de stad Thessaloniki. Een hele bijzondere geschiedenis. Een stad die voor 1943 ook wel het Jeruzalem van Europa werd genoemd, vanwege de grote Joodse bevolkingsgroep. Begonnen in 315 voor Christus als Griekse stad. In de tijd van de Macedoniërs. Daarna uiteraard onderdeel geworden van het Byzantijnse Rijk. Altijd de tweede stad geweest van het Byzantijnse Rijk. Na Constantinopel. Na de val van Constantinopel in 1453, Saloniki is zelf door de Osmanen veroverd in 1430, wordt het de tweede stad van het Osmaanse Rijk. En het zal niemand verbazen dat na de onafhankelijkheid van het Griekse Koninkrijk, toen aanvankelijk, 1830, toen behoorde Thessaloniki nog tot het Osmaanse Rijk. In 1912 is het Grieks geworden, hebben de Grieken het veroverd. En sinds die tijd is het de tweede stad van de Republiek Griekenland. 5 miljoen Grieken van de 10 in Athene en 1,2 miljoen in Thessaloniki. Dat maakt de stad ook buitengewoon leefbaar. Veel leefbaarder dan Athene. Een stad aan het water met veel groen. En ondanks het drukke verkeer toch nog een behoorlijk wat frisse lucht vanwege de zeewinden. En wie wat van die bijzondere stad wil weten, Mark Mazower, Thessaloniki, City of Ghosts. Het enige nadeel van het boek is, wat overigens ook weer voortreffelijk is geschreven, is dat het ophoudt in 1950. Maar voor het vervolg daarop, niet zo gedetailleerd als Mark Mazower, maar in ieder geval een beetje een algemeen beeldgevend, heb ik hier een artikel in mijn boek en dat heet De Transformatie van Thessaloniki. Of De Metamorfose van Thessaloniki, laat ik het nou goed zeggen. En dan kun je daar ook in eerste instantie kun je daar iets over lezen en toch wat meekrijgen van de rijke geschiedenis van de stad na 1950 en van de verschillende oerdomme beslissingen die toen door de Grieken zijn genomen. Bijvoorbeeld door alle laagbouw zo'n beetje te vervangen door hoogbouw, ook in de buitenwijken, waardoor het aanzien van de stad helaas behoorlijk is geschonden. En de tweede, waarschijnlijk nog dommere, ronduit achterlijke besluit was in de eind jaren 50, begin jaren 60 om de tram op te doeken. Want alles kon wel met de bus gebeuren en ook de bootverbindingen naar de buitenwijken over de baai van Thermaikos zijn toen opgedoekt. En die zijn tot op heden nooit meer hersteld, waardoor het openbaar vervoer in Thessaloniki op zijn zachtst gezegd veel beter had gekund dan het nu is. Tot slot van het boekenpraatje nog even iets geheel anders. And now for something completely different. Hij is er weer. Dit is de Dutch Dickensian. Volume 33, winter 2013, nummer 82. Het is het orgaan van de Harlem Branch van de Dickens Fellowship. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in Dickens, overweeg eens een lidmaatschap van die Dickens Fellowship. Dan krijg je dat blaadje er gratis bij.